Peter Struiken denkt een geschikte oplossing te hebben voor de discussie rondom de blauwe golven. De kunstenaar heeft een ontwerp gemaakt waarmee zijn ongeveer 40 jaar oude creatie kan worden gered. In dit ontwerp, Blauwe Golven 2.0, passen een skatebaan, 360 parkeerplaatsen en de beoogde showroom. Wat ik nu vanavond heb voorgesteld is in schets datgene wat de wethouder achterwege heeft gelaten na de nodige besprekingen. Dus eigenlijk alle punten die ik in mijn schetsen heb aangegeven zijn uit de brief van het college naar de raad toe weggelaten. Wat u presenteerde was dat u wou extra parkeerplaatsen ontwikkelen. De onmogelijkheid om in die enorme verkeersafwikkeling tot een parkachtige inrichting te komen. Dus het idee om met 20 bomen die je ergens tussen die reststukken weg zou planten een groen ingevuld binnenterrein te krijgen is absoluut ondenkbaar. Bovendien moet je om iedere plek te bereiken moet je telkens wegen oversteken tussen de 20 en de 30 meter. En ben je eenmaal beland in zo'n stukje waar 3 bomen staan, dan word je natuurlijk door het verkeer links en rechts ingehaald. Dus dat binnenterrein is niet geschikt. 10% van het hele terrein, van de paar hectare, is maar geschikt om desnoods gras te laten groeien. En 10% is te weinig. Ja, in uw plan had u wel idee in ieder geval voor een skatebaan en voor showroom. Denkt u dat u hiermee ook de gemeenteraad heeft overtuigd om toch de blauwe golf in ieder geval voor een deel te bouwen? Het zou kunnen, want de vraag van het paviljoen was om aan het onderlangs of oude kraan onderlangs te komen. En ik zie dat Casa paviljoen echt als een mooie tussenlid tussen de blauwe golven en de groene corridor. Nu kwam het CDA met eventueel een alternatief om het kunstwerk naar een andere locatie te verplaatsen. Hoe staat u daar tegenover? Nou, dat is betrekkelijk maf, want de golven zijn echt een oplossing die goed deels visueel is voor juist die plek. Klaartje, je hebt een vierde optie ingediend vandaag rondom de hele discussie rondom de blauwe golven. Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, we hebben bij een aantal andere monumenten die we in Arnhem hebben en die we niet konden behouden op de plek waar we ze hadden, hele mooie voorbeelden gezien van dingen die er wel mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld bij het verzetsmonument dat tegen Mussen stond. Die is in delen opgeknipt en op andere hele mooie beeldbepaalde plekken in Arnhem teruggekomen. Kunnen we de blauwe golf niet behouden, dan zou zoiets voor ons zeker een leuke optie zijn om te onderzoeken met kunstenaar Struiken. Wethouder Elfrink, kunt u iets vertellen over wat er vanavond besproken is? Vanavond hebben we de afhandeling van een motie besproken. Die is eerder ingediend toen wij eigenlijk voor de zomer als college van burgemeester en wethouders een voorstel hebben gedaan om het gebied waar nu de blauwe golven zijn, door bewoners ook wel de grauwe golven genoemd, maar om dat gebied te veranderen in een groene plek. Dus waar je kan picknicken, waar je makkelijk en fijn kan fietsen, waar je lekker kan wandelen, waar je de hond kan uitlaten, waar je kan spelen, waar je kan sporten. Waar je allerlei mooie dingen kan doen. Een plek ook waar het water goed opgevangen kan worden. Het is nu een plek waar veel wateroverlast is. Een plek waar ook het groen de fijnstof en de uitlaatgassen goed kunnen afvangen. Een plek ook waar het parkeren op een goede manier geregeld kan worden. We hebben nu een dramatische parkeerplek daar. Een grote bron van overlast voor de omwonenden. Die klagen daar echt steen en been over. Maar ook een plek die door de parkeerders zelf als slechtst gewaardeerde parkeerplek van Arnhem wordt aangemerkt. Kortom, alle reden om daar wat aan te doen. Daar hebben we een goed doordacht voorstel voor gemaakt, na gesprekken met velen te hebben gevoerd. Een deel van de raad, de oppositie, die wil daar vooralsnog geen besluit over nemen. Die hebben een motie ingediend. Die vragen zich af of de blauwe golven van Peter Struiken niet gecombineerd kunnen worden met het plan van het college. Nou, dat hebben wij uitgezocht. En dat wat we al konden vermoeden, dat blijkt niet mogelijk. De 9 functies uit het plan van de groene corridor van het college, die zouden dan gecombineerd moeten worden met de blauwe golven. Nou, op het eerste belangrijkste punt gaat het al mis, namelijk een groen verblijfsgebied.
De heer Struik heeft net vanavond zelf gezegd, ja, de golven laten zich niet combineren met groen. Dus daar gaat het al mis. Dan is het gewoon niet mogelijk om beide zaken te combineren. Deel van de gemeenteraad blijft toch vragen om dat dan toch te combineren, om eigenlijk toch dat lood in goud te veranderen. Dat is ons niet gelukt om lood in goud te veranderen. Ik geloof dat ze nu nog een keer aan het college willen vragen om lood in goud te veranderen. Ik denk niet dat het gaat helpen. Uiteindelijk is het wel een uitstel van de hele discussie. En wordt er vooralsnog, lijkt het erop in ieder geval, geen knoop doorgehakt door de gemeenteraad van Arnhem. En dat vinden we als college van BMW jammer. Maar goed, de raad bepaalt. Of het kunstwerk De Blauwe Golf in Arnhem gaat verdwijnen of niet, wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk.